Een kleine groep magnaten bezit vele honderden panden in Amsterdam, zo blijkt uit onderzoek van het Parool. Ze kopen woningen op, splitsen ze en verhuren ze door tegen enorme bedragen. Makkelijke winst, maar dat zorgt er wel voor dat de gemiddelde Amsterdammer geen huis meer kan kopen en dus moet gaan huren van de vastgoedbazen. Dat zijn van die mensen die hier komen om even heel snel geld te verdienen. Die zien de Amsterdamse woningen als een plek om winst te maken, terwijl wij Amsterdammers gewoon in deze woningen willen wonen. Volgens Evans moet er snel een einde komen aan dit principe. Een van de maatregelen zou kunnen zijn dat je zegt, je mag alleen maar een woning kopen als je ook echt zelf in die woning gaat zitten, zodat het geen beleggingsobject is omdat je winst wil maken, maar zodat het een woning is om echt in te wonen. Dan is niet meer de ene euro evenveel waard als de andere euro. Maar zeggen we echt, die euro van diegene die hier wil wonen, die vinden we belangrijk, want die mag hier wel zitten. En de euro van degene die alleen maar winst wil maken, ja, die is hier niet welkom. Met een woonplicht zou er een einde kunnen komen aan het opkoopgeweld. Maar gemakkelijk is dat niet. De gemeente kan waarschijnlijk zo'n woonplicht alleen voor nieuwbouwwoningen instellen. En Evans vraagt oud-collega-wethouder en nu minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, om hulp. Dan gaat de gemeente kijken wat we kunnen met de nieuwbouw. Gaat de gemeente de corporaties erop aanspreken. Als zij dan zegt, voor die bestaande woningen ga ik bepaalde verplichtingen instellen, waardoor je het makkelijker is om je eigen woning te kopen en moeilijker wordt om een beleggingswoning te bemachtigen.